X van Baldelo. Verhaal 1. Kleine Walter vermist. In 1578 werd de abdij van Baldelo verwoest en zijn de paters gevlucht. 6 jaar later, in 1584, keren enkele paters terug naar de verlaten abdij. Jantje woont met zijn vader en moeder op een boerderij. Wanda Langeveld is op zoek, wanhopig, naar haar zoontje Walter. Ze is Walter kwijt en sindsdien gebeuren er vreemde dingen in Klein Sinaï. Walter! 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 Allee, waar is die nou naartoe? Walter? Jantje, Jantje, heb je Walter niet gezien? Nee, Wanda, wat is er gebeurd? Je is weg. Je is al van gisteren weg en niemand heeft hem gezien. Ik heb hem op de weg naar Sinaï toen ik brood ging gaan halen niet gezien. Aha. Ik heb een idee, ik ga mijn brood thuis afleveren en dan ga ik hem zoeken. Dat is goed. Oké, tot ziens, merci al. Vindt Wanda haar zoontje nog levend terug? En wat gebeurt er met Wanda zelf? Verneem er alles over op de wandeling Heks van Baldelo. Tony de Wilde. Michael de Wilde. Linda Schaalfaar. En wij presenteren de Heks van Baldelo voor de Waase Erfgoedprijs. In dit verhaal ben ik de verteller. Ik ben Jantje. En ik ben Wanda, die wanhopig op zoek is naar haar zoontje. We maakten deze wandeling ook voor de Erfgoed-app. En de wandeling is ook op de website te vinden via de QR-codes onderweg. Stem op ons! Nummer 16. De Heks van Baldelo. Alvast bedankt!